Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Rick's Moestuin ANC. En vandaag gaan we het hebben over aardappelspoten. Ik heb 3 verschillende rassen, dus komt genoeg aan bod. En José gaat iets doen tegen luizen. Zo, het is april. Het is een mooie maand om aardappels te gaan poten. En dat ga ik doen in dit vakje hier. Moet ik alleen nog even een beetje schoonmaken, want er zit nog een beetje gras onder. Dus dat ga ik eerst even doen en dan gaan we aardappels poten. Zo, klaar met schoffelen. Het bedje is weer mooi. Hier kunnen dit jaar de aardappels. Want vorig jaar had ik ze daar en nu komen ze hier. Ja, rotatie van het gewas natuurlijk. En je hebt 3 soorten aardappels. Je hebt vroege aardappels, middenvroege aardappels en late aardappels. En het gaat er niet over wanneer je ze kunt poten in de grond, maar het gaat erom wanneer je ze kunt oogsten. Dus bijvoorbeeld vroege aardappels, die oogst je ongeveer na 100 dagen. De middenvroege aardappels na 120 dagen en de late aardappels na, nou ja, laten we zeggen 140 dagen. Dus als de bloemen uitgebloeid zijn. En de vroege aardappels als de bloemen zeg maar net een beetje opkomen. En waarom doe je dat? Nou, dan heb je een beetje een spreiding van je aardappels en dan heb je de hele tijd aardappels te eten. Anders heb je alleen maar, nou ja, zeg maar in juli, augustus aardappels en de rest van het jaar geen aardappels. Nou is het zo dat de vroege rassen, die geven iets minder grote aardappels en ook iets minder grote hoeveelheden aardappels. Maar ja, daar staat tegenover dat ze ook wat minder vatbaar zijn tegen ziektes, omdat die er nog niet zoveel zijn. In de zomer heb je veel meer ziektes en beestjes, dus ja, dan heb je meer kans dat het aangevallen wordt. Even kijken, ik heb zelf 3 rassen meegenomen. De Eersteling, de Frieslander en de Bergerac. Even kijken, heb jij een mooie plek uitgekozen? Dan gaan we dat hier doen. Zo. Ik heb hier de Eersteling. Dat is een vroeg ras. Hij heeft al een beetje uitlopers. Maar dat maakt niet uit, ik noem het maar voor kiemen. Hè. Dan krijgt hij eerder een mooie grote plant. Gaat wat een tijd af dat ik hem kan oogsten. Het is een heel oud ras uit 1891 als ik het goed heb. De opbrengst is niet zo heel groot, ik denk een 25 à 30 aardappels. En je moet ze ook snel uit de grond halen, want anders gaat de smaak verloren. Het enige nadeel is dat je ze niet zo heel lang kan bewaren, ongeveer 2 weken in de kelder, of in het donker in ieder geval. Dus je moet ze snel opeten. Maar ja, ze zijn wel lekker dan. Hè? De smaak is een beetje kruimig en een beetje bloemig. Ja. Volgens mij is het vastkopend en bloemig, bedoel ik. En dan heb ik hier de Frieslander. Nou, dat is een heel bekend ras. Staat in de top 5 van de meest verkochte rassen van Nederland. Het is ook een beetje een middelvroeg ras. Het geeft een hele hoge opbrengst. Dus dit is wel wat handiger als je heel veel aardappels wil eten. En dan heb ik hier nog een hele speciale. En dat zijn de Bergerac. Dat zijn een soort van paarse truffeltjes. Wordt ook wel truffel aardappel genoemd, een soort van delicatesse. Dit is een vrij nieuw ras, ik denk dat het bestaat nog maar een paar jaar. Hier kun je hele mooie aardappels, schijfjes van maken of chips of nou ja, wat je wilt. Het ziet er mooi uit, mooi paars. Als je ze kookt moet je ze wel met de schil koken, want dan behoudt het de kleur. En de schil is ook een beetje lastig te schillen, dus je kan ze best gewoon koken met de schil en dan later laat die schil vanzelf wel los. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Het is mooi paars in ieder geval. Dus die gaan allemaal de grond in. Ik ga even beginnen.
Nou, is de afstand voor deze vroege rassen van elkaar ongeveer 30 centimeter. Op een rijtje. En de rijafstand ongeveer, nou het zal het zijn, 50 centimeter. Ja, dat lukt wel. Dus ongeveer, nou ja, als je hier eentje neerzet en hier eentje, zo 30 centimeter. En de rijafstand van hier tot hier. Dat is het makkelijkst. Als je geen centimeter bij je hebt. Dus doe deze even hier. Ongeveer een centimeter of, nou ja, wat zult het zijn? 5 à 10. Dit is een beetje dikkere kleilaag. Dus dan doen we maar 5 centimeter. Zo. Even kijken. Een handje. Dus dan komt de volgende hier. Hier. Nou, deze laat ik staan, dus dan kom ik ongeveer hieruit. Dieper. Ongeveer 30, dus ongeveer hier. Zo meteen doe ik even aanaarden, maak ik even heuveltjes opheuvelen, dat ook die uitlopers goed beschermd zijn. Hier komen de Frieslanders. En dan 50 centimeter hier. Het is altijd leuk aardappelspoten. Gewoon ook van die mooie planten, hè. Lekker groot. Alleen, nou, even erin doen. Het is een beetje kleierig hier, dit stukje. Even kijken. Hier nog eentje. Zo. Dan maak ik hier zo even heuveltjes. Of ga ik tenminste een beetje opheuvelen. Dan zijn die aardappels goed beschermd. Dan weet ik ook weer een beetje waar ze liggen. Dus dan maak je aan allebei de kanten doe je een beetje zand erbij. Dan maak je een heuveltje. Een soort richeltje, greppeltje aan de zijkanten erbij. En dat zorgt ervoor dat de afwatering goed is. Dat de aardappels niet te nat worden. En dat ze lekker warm worden. Want dat is natuurlijk scheef. Dus er komt meer zon op. Maar het belangrijkste is dat de aardappels niet bloot liggen. Want als ze bloot liggen, dan worden ze groen. En als ze groen zijn, dan kan je ze niet meer eten, want dan zijn ze giftig. Ja, dat is zonde van je oogst natuurlijk. Dus elke keer als er een aardappel boven de grond komt, snel, hup, heuveltje maken. En dan blijven ze goed. Ik ga dus nu even heuveltjes maken. Dan weet ik ook gelijk waar ze allemaal zitten hier. En dan gaan jullie even kijken wat José aan het doen is. Ik ben wel benieuwd. Nou, ik heb net eventjes mijn tuinbootjes een beetje aangeaard, want ze krijgen hier nog wel eens wat wind en staan ze er net even wat steviger in. Het tuinboontje is natuurlijk een ontzettende, ja, ik vind het echt een voorjaarsgroente. Voorjaarsgroente die heel erg lekker is, daarbij ook nog ontzettend gezond. En ja, je hebt natuurlijk met tuinbonen altijd één grote uitdaging en dat zijn de luizen. Tegen luizen kan je een aantal dingen doen. Je hebt wel heel veel huistuin- en keukenmiddeltjes. Zeepsop is een heel bekende. Maar ik ga deze keer proberen met pepermuntthee. Dus dan trek ik een hele sterke pepermuntthee. En die spuit ik dan onverdund op de tuinboom. En dat zou preventief moeten werken. Dus dan zou die luis niet moeten komen. Thank you.
Ik denk eigenlijk, nu ze al kleine bloemetjes gaan maken, dat het moment is om te gaan spuiten. Het is hier ook vrij warm, dus als een luis dan op zoek is naar een lekker plekje, dan kan ik me voorstellen dat hij hier zou kunnen komen. Dus ik ga deze straks preventief spuiten met hele sterke pepermuntthee. Ik heb daar trouwens ook een lavendel in gezet, want luizen schijnen ook niet zo te houden van de geur van lavendel. Eigenlijk snoei ik dan meteen de munt, dus daar hoef ik niet bang voor te zijn dat het niks meer gaat worden. Je kan ook de stelen, je hoeft niet alleen de blaadjes. Dus nou, deze is meteen mooi gesnoeid, die groeit dan wel weer uit. Nou, het is nodig een liter water. Koud water neem ik in dit geval. 100 gram munt, ik zorg dat het goed in het water zit. Ja, en dan schijnt de truc te zijn dat je het gaat laten koken zonder deksel. En zodra het kookt, dan zetten we halen we hem van de warmtebron af. En dan zetten we de deksel erop. En dan laat je het op die manier afkoelen. Ik hou het wel een beetje in de gaten totdat het kookt, want dan moet ik het echt eraf halen. En dan laat ik het met de deksel erop afkoelen. En dan morgen dan doe ik het in een spuitflesje. En dan spuit ik het over de tuinbonen. Dit laten we nu zo gewoon lekker staan, lekker afkoelen. Nou heb ik heel toevallig nog een flesje van vorig jaar. Pepermuntthee, onverdund. Voor zwarte luizen. Oké. Dan ga ik die niet doen. Dat is wel een hele mooie. En ik ga die ook niet doen. Dat is ook wel een hele mooie. En kijken wat, of het wat doet. Zo, dat was wel heel erg interessant wat José deed daar zo. Ga ik ook eens een keer proberen, want we hebben natuurlijk allemaal wel eens een keer last van luizen. Ik ben in ieder geval klaar met opheuvelen. En ik ga het nog niet bemesten, dat ga ik volgende keer doen in het seizoen. Want ik heb ze natuurlijk net gepoot en dat is nog niet nodig. Wat ze wel willen hebben dan, als ik ze bij ga bemesten, het is kalium. En kalium zorgt voor een goed wortelgestel en mooie dikke knollen. Zorgt ook goed voor de waterhuishouding van de plant, dat is heel erg belangrijk. En als je een kaliumtekort hebt, dan kun je het heel goed zien. Want dan worden de plantenbladeren worden een beetje geler en hebben ze bruine vlekjes. Dus als je dat ziet, kalium toevoegen. Wat ze ook willen hebben is magnesium. En magnesium zorgt voor een mooie groene plant. En een lekkere stevige plant ook, die niet zo snel omwaait. Dus magnesium en kalium toevoegen. Geen kalk geven, want daar houden ze niet van. Aardappels over, grote aardappels, die moeten nog de grond in. Dat ga ik de rest van de dag doen. Ga je mee? Goed zo. Nou, dat was het weer voor deze week. Veel plezier in jullie eigen tuin of moestuin en ik zie jullie weer over 2 weken. Dus tot ziens, doei!